Alle kranten openen met de regering en haar overlevingskansen na deze zoveelste blunder. In hun koppen en commentaren halen ze fel uit. Saskia de Schutter. Er is zwaar gerommeld met onze instellingen, vinden de kranten. Gazet van Antwerpen heeft het over een bananenrepubliek. Luc van der Keelen van het Laatste Nieuws vergelijkt België met Wit-Rusland. De show was hallucinant met de premier in de rol van Lukashenko. Waar men dus het parlement naar huis stuurt. Waar men op het kabinet van de premier vindt dat men mag bepalen wie rechter mag zijn in een bepaalde zaak. En hoe het vonnis er moet uitzien. Dat is een pseudodemocratie. Ik vond een hele mooie quote van de Donnea. Die zegt, de instellingen zijn aan het verkruimelen. Men, het land is als het ware ineen aan het zakken. De premier is de hoogste morele politieke autoriteit van het land. Iedereen moet daar kunnen naar opkijken, naar een eerste minister. Jonge generaties moeten dat kunnen doen. Wat voor een beeld krijgen we nu? De kranten halen het karakter van Yves Leterme over de hekel. Hij is een machtswellusteling, zegt het Belang van Limburg. En hij heeft het nooit zelf gedaan. Leterme is een Calimero van de politiek. En in die zin is de psychologie van de persoon, Yves Leterme, belangrijk in deze crisis. Dat het iemand is die letterlijk nauwelijks vrienden heeft, niet in en niet buiten de politiek, die opgesloten in zijn 16 de last van dit land op de schouders torst en daar fysiek aan ten onder dreigt te gaan, maar die eigenlijk relatief weinig resultaat boekt. En dat is ook het persoonlijke drama van die man. En wie toch 800.000 kiezers de hoop hadden gesteld. De premier is erop uit zijn vel te redden, volgens de Morgen in een lange doodstrijd. En ze hebben geen goed oog in de afloop. Je moet iemand vinden om hem op te volgen. Wel, er is niemand die zich direct geroepen voelt om dat in de huidige omstandigheden te doen. En al die partijen die regering vormen, die houden elkaar vast. Als de ene valt, valt de andere mee. En dus blijven ze maar beter zitten. Wel, ik denk niet dat een land zoiets verdiend heeft. En ik vraag me af hoeveel een land kan trotseren vooraleer het in elkaar stort.